Dus wij passen ons aan degene die hier komt logeren. Ik ben Monique Hielbink, teamcoördinator in Terleider Kramer. De logeerzorg is bedoeld eigenlijk voor alle inwoners van Coevorden met geheugenproblemen. Een kort verblijf in een logeerruimte binnen het Terleider Kramer, waar degene die komt logeren gewoon zichzelf kan blijven, de juiste zorg krijgt gericht op degene die hier is. En dat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft en even weer op adem kan komen om weer energie op te doen, zodat na een paar dagen ze weer samen het dagelijkse dingen weer op kunnen pakken. Het belangrijkste is persoonsgerichte zorg, dat het gewoon zorgbaar is voor degene, aangepast aan degene die hier komt. Want ieder mens is anders en iedereen heeft een andere zorg nodig. Nou, in overleg doen we dat samen. Wat hij gewend is, de gewoontes of dingetjes van vroeger. Bij mensen met geheugenproblemen is het van belang dat je sommige dingen weet. Wat je do's en don'ts, dingetjes wat je juist niet moet doen, wat iemand triggert of juist wel moet doen. Ja, en dat vinden wij heel erg van belang. Is tijdelijk even het huis van degene die hier komt logeren. En wij komen bij diegene in huis dan. Dus wij passen ons aan degene die hier komt logeren. Dat in goed overleg met de mantelzorger. Want die kan ons nog steeds de beste tips geven en hoe we met iemand om moeten gaan. Het is vaak wel spannend om de zorg over te dragen eigenlijk. Omdat de mantelzorger degene is die het beste degene kent. Maar het levert vaak wel een, toch even weer op adem komen, even weer je energie, want het vergt vaak toch wel veel om iemand te verzorgen met geheugenproblemen. We hebben vaak dagritmeproblemen. Je hebt eigenlijk 24 uur ben je met iemand bezig. Door even tijd voor jezelf te nemen, levert dat vaak weer een stukje rust en energie op voor degene. En soms om even uit de situatie te komen, biedt het ook voor degene met geheugenproblemen soms even rust. Om even uit de situatie te zijn en dan gewoon weer na die tijd allebei de batterij opgeladen en dan weer samen verder te gaan.